Ik ben Paul van Meenen, ik ben voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid. Deze commissie behandelt allerlei onderwerpen die met justitie en met veiligheid te maken hebben. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan politie en brandweer, evaluatie van de politiewet, migratie, het gevangeniswezen, de hoogte van straffen, toegang tot de rechtbank. Allemaal onderwerpen die de samenleving erg bezighouden. Veiligheid is een kerntaak van de overheid, hè. Maar de burger heeft er ook een groot belang bij dat we in een rechtsstaat wonen en dat die rechtsstaat ook goed werkt. Het is misschien wel leuk om te vertellen hoe de commissie zich voorbereidt. Er zijn natuurlijk altijd stukken te lezen, maar dat is echt niet het enige wat we doen. Er worden ook werkbezoeken afgelegd, recent in het zuiden van het land, over georganiseerde criminaliteit en ondermijning. En daar spreken we dan met elkaar over, maar de commissie organiseert zelf ook hoorzittingen, ronde tafelgesprekken. En daar worden deskundigen uitgenodigd, burgers, mensen die ons iets te vertellen hebben. En mensen zijn echt goed met het onderwerp bezig, stevig met elkaar in debat, hè, want dat is waarvoor we hier bij elkaar zijn. Hè. Mensen verschillen van opvatting en toch proberen we verder te komen met elkaar. Als dat lukt, dan ben ik heel tevreden.